iedereen kan haken. Ik heb het stertafelkleed klaar, het 1,5 meter kleed, dus onze nieuwe norm is klaar. Ik heb zelf een tafel van 1,50 meter. Ik leg echt alles uit via de video, maar je kan natuurlijk ook het patroon bestellen. Wat je wil, hier staat ook op wat je nodig hebt. Ik zet het ook onder de video. Zelf heb ik de promobollen gebruikt van de Zeeman. Ik vergeet jullie hartelijk te bedanken voor het kijken naar het kanaal. Iedereen kan haken op YouTube. Ik heb zoveel leuke reacties gekregen op heel veel dingen. Echt, ik kan het eigenlijk gewoon niet opnoemen. Omslagdoeken, slofjes, jurkjes. Nu dus een tafelkleed. Ik heb pas trouwens een vest gehaakt. Dat was ook helemaal super. Het tweedvest Twinkle. Dus ja, het is echt te veel om op te noemen. En nu dus het hele leuke 1,5 meter tafelkleed. En ja, hartstikke bedankt nogmaals voor het kijken. Ik zou zeggen, we gaan snel beginnen. En veel plezier met het kijken naar Iedereen kan haken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Ik ga vandaag even een paar dingen van het ster tafelkleed uitleggen. En het hele tafelkleed, dat ga ik in de volgende video uitleggen. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog, abonneren, hier op mijn foto klikken en zet een notificatiebel aan, want als ik dit ster tafelkleed klaar heb, dan krijg je automatisch een berichtje op je telefoon. Ik leg in deze video alleen eventjes de hoeken van het ster tafelkleed uit, dus deze hoeken, die hoek, dus is één hoek en die is continu eigenlijk hetzelfde. De overgang tussen de twee punten, dus hoe je die losse doet en die stokjes, één stokje, vijf losse en het begin van de toer. De volgende video ga ik het begin van het sterrentafelkleed uitleggen. Maar deze video is ook echt dat je kan terugkijken hoe zijn die hoeken nu gemaakt van het stertafelkleed. De stokjes kunt zien die ik aan het maken ben. En als je dan bij de hoek aankomt. Kijk, ik moet nog 1, 2 stokjes. En twee stokjes in de hoek. Kijk, zie je? Nou kom je aan een stokje op een stokje. En dan kom ik aan bij de hoek. Dus je pakt het laatste stokje, een stokje. En dan ga je twee stokjes, twee losse en twee stokjes doen. Dus iedere hoek is 1, 2 stokjes, 2 losse. En 2 stokjes. En dan zie je hier dit stokje, deze opening, daar zet je weer een stokje in. Dus dit is echt je meerdering. En je gaat weer verder met je steken. Ik heb voor het stertafelkleed haaknaald nummer 5 gebruikt en ik ben met de bamboe haaknaald bezig gegaan. Ik vond het echt heel fijn haken, zie je? Dat het echt heel fijn haakt en hier in die punt, dan zie je ook elke keer de herhaling. Je haakt dus gewoon eigenlijk tot de hoek. Tot de hoek en dan ga je 1, 2 stokjes maken, 2 losse en weer 2 stokjes en dan weer op elk stokje 1 stokje. En dit zijn echt iedere keer de herhalingen van het ster tafelkleed.
En ik was eigenlijk aan het vertellen over die haaknaald, die bamboe haaknaalden. Die heb ik eigenlijk een keer gekocht toen ik een weekendje weg was. En ik kwam toch nog even langs de zeeman. En ik kon even mezelf niet inhouden om toch eventjes te gaan zitten haken. Zo'n weekendje heb je wel eens een paar van die uurtjes dat je zegt, oh, ik wil eventjes iets doen. Lezen of puzzelen of in mijn geval haken. En, maar dan moet je wel even je spulletjes bij je hebben. Dus heb ik heel snel toen bamboe haaknaalden gekocht. Ik bij de zeeman en ik moet zeggen, het is zo lekker licht. En als je die eenmaal, je moet er wel eventjes mee gehaakt hebben en dan zijn ze zo soepel en licht dat ik het wel heel fijn haken vind met die bamboe haaknaald. Kijk, ik ben natuurlijk al een heel eind met mijn stertafelkleed, dus die stokjes op die hoeken, dat worden er steeds meer. Dus in elke hoek is gewoon een stokje op een stokje. En de hoeken die heb ik dan net uitgelegd. En dan ga ik nu door naar helemaal hier. Zie je waar die losse rij komen? En die losse rij, dat is dus in het patroon deze rij. Maar dan ga ik nog eventjes gezellig verder. En dit tafelkleed, ja, ik ga hem 1,50 meter maken. En in de volgende video zie je dus hoe ik begin met het stertafelkleed. Je kan ook het patroon bestellen als je wil. Misschien is het makkelijker altijd. Ik stuur dan een je stuurt mij een messengerbericht of een mailtje naar iedereenkanhaken@hotmail.com en ik stuur dan een betaalverzoekje, een tikkie. En als je in het buitenland woont of wat dan ook en je hebt geen app op je telefoon van je bank, dan kan het ook via PayPal. PayPal/iedereenkanhaken, maar ik zal je dan het linkje toesturen. Of het linkje zet ik hier onder de video. Dus ik zet hier onder de video het mailadres en waar je naartoe kan, ja, sturen als je het patroon wil hebben. Nu zijn we dus onder het kletsen. Zie je dat, hoe groot dat die punt al is zo? En wel op ieder stokje één stokje. En je kijkt altijd eventjes je werk zo na. En dan zijn we nu aangekomen hier tussen die punten in en dan ga ik nu uitleggen. Tot zo! Iedere keer als je tussen die punten in bent, dan maak je een losse ketting van 5. Maar je slaat dus deze steek, die haak je niet meer mee. Dus je haakt iedere keer tot de ene laatste stokje. En dan haak je iedere keer, iedere toer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan ga je naar de andere kant toe, naar deze kant. En deze sla je ook over. En je haakt dus je eerste stokje na die 5 lossen, haak je in die tweede. Dus niet in deze, in die tweede. Niet in deze, in de tweede. Zie je hoe het dan wordt? En dan krijg je ook die ster erin. Ook ga ik even uitleggen hoe je dus eigenlijk met een nieuwe toer weer begint. Dus hier is je toer begonnen en je eindigt hier met die 5 lossen. En hoe zet je die dan hierboven vast? Dus we gaan nu even nog 1, 2, 3, 4 stokjes haken.
Oh nee, deze slaan we over, dus die laatste die slaan we over. Dus die haak je niet, dan ga je 5 loshaken. 1 2 3 4 5. En dan gaan we de toer sluiten en dan gaan we tussen deze en die ene in, dan gaan we daar steken we in en we halen de draad op en we maken een halve vaste, dus je haalt hem nog een keer. Kijk, dan heb je de toer netjes gesloten en dan gaan we dus, we gaan niet meteen met 3 lossen beginnen, maar we gaan eerst eventjes de draad ophalen in dit stokje. Dus we gaan in dit stokje en we gaan de draad ophalen en we maken een halve vaste, dus door deze en door deze lus. En dan maken we 3 lossen. 1 2 3. Kijk, dan wissel je de toer en je slaat meteen het eerste, ja, dit is niet het eerste stokje, maar dit tellen we mee als stokje, die slaan we dus over. En dan ga je weer gewoon lekker je stokje op een stokje haken. Dus dan beginnen we in dit stokje. Dus dit zijn die eerste 3 lossen. Hier heb je 3 lossen op gedaan voor het begin van de nieuwe toer. En dan gaan we op elk stokje een stokje maken. Oh, het haakt zo heerlijk weg. Dus ik ga nog eventjes door met stokjes haken. En omdat die kleur iedere keer 3 toeren zijn, het zijn dus 3 toeren groen, 3 toeren zeegroen, dan een toer wit, een toer groen, een toer wit. En dan weer 3 toeren groen. En dan gaan we dadelijk dus met zeegroen weer een nieuwe draad aan hechten. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik ga even de kleurwissel uitleggen. Dus ik heb al 1, 2, 3, 4, 5 lossen gedaan. En dan gaan we dus de toer sluiten. Gewoon tussen de 3 lossen en het stokje in met een halve vaste, zo. Dus dan heb je de toer gesloten. En omdat we nu met lichtblauw of turquoise hiermee gaan werken, moeten we natuurlijk een nieuwe kleur aanhechten, maar dat doen we dus door in het eerste stokje in te steken. En laten we de groene kleur liggen en we pakken de kleur die we willen hebben. We maken een opzetlus. En dan halen we die lus even goed aantrekken. En dan is dit je touwtje die je daar nodig hebt om het goed even vast te knopen. Dus die heb je over je haaknaald, je haalt door en je haalt door de groene lus, zie je, en dan heb je in ieder geval geen last van dat je de kleurwissel ziet. Je doet je werk even aan de achterkant vastknopen en dat doe je met die korte draad, die doe je 2 keer, maak je een platte knoop, gewoon een platte knoop, en ik knip het groene af, zo. Kijk, en dan leg je je groene bol wol weer weg en dan gaan we met het blauw, het lichtblauw of turquoise, net hoe dat je het noemen wil, even goed de draad achter, en dan gaan we 3 lossen maken. 1 2 3, dus dit telt weer als eerste stokje en je hebt mooi de kleurwissel zo gedaan dat je niet ziet dat er een kleur gewisseld is. En dan gaan we in dit, deze opening hier, gaan we het eerste stokje zetten.
Zo, en dit was de uitleg van de kleurwissel. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. Dus ik heb nu de punt uitgelegd, hoe je de hoeken doet. En ik heb de 5 lossen uitgelegd. Dus je slaat de laatste, die haak je niet mee. Je maakt 5 lossen en je haakt de eerste niet mee. En dan ga je weer lekker door met haken. En in die volgende video dan ga ik het begin van het tafelkleed uitleggen. En meestal doe ik het eigenlijk ja, alles in één film. Maar het worden best wel lange films. En dit is ook wel makkelijk om terug te kijken. Hoe doe je dan die tussenstukken zoals ik het net heb uitgelegd? En ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. Graag duimpjes omhoog, hieronder op mijn foto klikken. En dan zie ik je bij de volgende video weer terug. En dan laat ik je het hele patroon zien, tenminste vanaf toer 1, 2, 3, 4, 5, 6 laat ik het stertafelkleed zien. En dan zie ik je bij de volgende video graag weer terug. Tot ziens! Ik heb dus de stopnaald. Dan doe je je draadje door en dan hecht je, het mooiste is om af te hechten, dus natuurlijk in de kleur waar je aangeknoopt hebt. En ik ga gewoon door een lusje en het is toch de verkeerde zijde, dus daar zie je straks niks meer van. Als je gewoon zo'n bobbeltje pakt en weer een bobbeltje en weer een volgend bobbeltje, en dan kan je natuurlijk aan de andere kant weer terug en dan ga je gewoon even door een stokje heen en dan ga ik aan de andere kant weer terug door ook weer die bobbeltjes. Zodat je niet in dezelfde rij teruggaat, maar gewoon in een andere rij tussen de bobbeltjes. Zie je? En dan zie je er niks meer van, want dan heb je één rij en de andere rij tussen de bobbeltjes heb je het netjes afgewerkt. En dan knip je, pak je schaar en je knipt netjes af. Ik hou mijn schaar eigenlijk altijd zo aan de onderkant, dus dan zit er altijd nog een paar millimeter tussen, een millimetertje of 3, en dan zet je je schaar zeg maar plat op je werk en dan knip je af en dan kan je nooit in je werk knippen. En zo ga je alle draadjes afwerken en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Ik zou zeggen heel veel haakplezier en tot de volgende video. Graag de duimpjes omhoog, hieronder op mijn foto klikken om te abonneren. Zet de notificatiebel aan en ik zie je bij de volgende video weer terug. Tot ziens!